Rotterdam-Dijk Airport verwerkte in 2012 ruim 15.000 vluchten. In 2013 waren dat er ruim 18.500, een stijging van 22%. Dan het aantal passagiers. In 2012 waren dat er bijna 600.000. In 2013 ongeveer 745.000, een stijging van 25%. In het laatste kwartaal van 2012 is een aantal bestemmingen aan de dienstregeling toegevoegd. München, London Heathrow. Dat heeft geresulteerd in een toename van het aantal passagiers. Samen met een verdergaande stijging van de bezetting van bestaande vluchten. We zien ook dat het aantal passagiers iets verder is gestegen dan de toename van het aantal vluchten. Ook de eerste cijfers van 2014 zien er rooskleurig uit. De luchthaven verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar wederom een stijging van het aantal passagiers. Dit keer met 10-15%. Het succes smaakt naar meer. We weten dat er vraag is vanuit met name de zakelijke markt naar zo'n 10-15 extra bestemmingen. En daarvoor moet dus een oplossing gezocht worden. Wat kan die oplossing zijn? Nou, dat zal met name liggen in een aanpassing van de vergunning. Het is niet best als Rotterdam-Dijk Airport zijn zin krijgt en inderdaad de geluidscontour kan uitbreiden, dan wordt het hier verschrikkelijk. Letty Beekendam vertegenwoordigt met haar initiatief Bewoners tegen vliegtuigoverlast 350 huishoudens. In 2013 sloot een groot aantal ontevreden bewoners zich bij haar aan. Wij hebben het afgelopen jaar veel meer leden gekregen. Dat is niet voor niks. Dat is ook omdat mensen meer overlast hebben en ook bang zijn dat ze nog veel meer overlast gaan krijgen. Wij staan open voor een dialoog en we vinden het alleen maar heel erg prettig als er veel mensen uit de omgeving zijn die ons vertellen wat ze vinden. Goede buren blijven met elkaar in gesprek.